Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Meester doet momenteel een dutje, dus ik kan de dag eventjes goed opstarten. Ik ben al lekker gedoucht, dus ga ik zo meteen gelijk een boodschappenlijstje maken en wat wasjes ophangen en vouwen. En daarna wil ik eigenlijk, als Meester wakker is, gelijk boodschappen gaan doen. En twijfel ik, ga ik Meester meenemen of ga ik hem naar mijn moeder toe brengen? Ik denk dat ik mijn moeder zo meteen maar even ga bellen om te kijken wat ze doet. Als ze geen plannen heeft, denk ik dat ik Meester wel heel even afzet en gewoon in alle rust boodschappen doen. Want ik moet toch nog wel eventjes het een en ander in huis halen. En met Meester gaat het wel, maar het neemt gewoon net ietsjes meer tijd in beslag dan als je gewoon snel je dingen alleen doet. En nu wil ik eventjes een pakketje met jullie unboxen. Die ik heb mogen ontvangen van Parfumado. Voor de nieuwe kijkers die geen idee hebben wie Parfumado is, zal ik even in het kort uitleggen wie ze zijn en wat ze doen. Parfumado is een ontdekkingsplatform voor parfums. Je sluit voor slechts €14,95 in de maand een abonnement af. Hierbij mag jij als klant iedere maand opnieuw de keuze maken uit één van de 550 premium en niche parfums. Ik zag heel veel toffe merken zoals Jimmy Choo, Versace, Hermes, Montals. Ze hebben echt een onwijs breed assortiment. Dus er is echt keuze zat voor iedereen. En wat ik super fijn vind aan dit abonnement is dat het geen abonnement is waar je een jaar aan vast zit of een half jaar. Je kan het echt elk moment stopzetten. Je kan het pauzeren. Als je bijvoorbeeld denkt van het is voor nu even genoeg. Over een paar maanden wil ik weer verder. Dan activeer je het weer. En stel dat je het helemaal niets vindt, dan zet je het gewoon op stop en dan is het klaar. Het is echt elk moment opzegbaar. Dus dat vind ik wel heel fijn aan Parfumado. Ja, dit is eigenlijk een beetje wie Parfumado is. Wat het concept inhoudt. En nu ga ik mijn geuren met jullie delen. Ik heb weer 3 geuren mogen ontvangen. Ja, nu kan ik al een beetje spieken welke geuren erin zitten. Nou, we beginnen bij de eerste geur. Dit is gelijk een geur die voor mijn moeder bedoeld is. Dit is een geur van Montal. Deze heet Intense TR. White Flower Sweet Vanilla. Dus ik ben erg benieuwd hoe deze geur ruikt. Parfum komt zo binnen in een mooi doosje. Dit is een zilveren. Erg mooi. Je schuift hem eigenlijk als een lippenstift open. Als je bijvoorbeeld niet meer weet welke geur het is, is het zonde om hem zomaar te spuiten. Je haalt hem er gewoon zo uit. En dan staat er hier ook op welke je hebt. Super fijn. Nou, ik ga hem gelijk testen. Ik hoop dat het wat voor mijn moeder is. Mijn moeder is echt van de wat zwaardere geuren. Ze houdt bijvoorbeeld heel erg van, volgens mij heet het Chador, Dior. Dat zijn echt haar geuren. Dus ik dacht van, misschien is het wel een match. Dus ik ben benieuwd. Let me try. Waar ga ik het zetten? Ik ga het even hier doen. Ja, dit is echt mijn moeder. Wauw. Dit is mijn moeder. Een hele sterke geur en... Oh, wacht even. Hij wordt zoeter. Ja, dit is echt mijn moeder. Het lijkt gewoon alsof ze hier is. Ja, hij zou er heel blij mee zijn. Oké. Dan gaan we nu naar de volgende geur. Dit is nog een geur van Montal. Ja, ik ben echt wel fan van de Montal geurtjes. Want ze ruiken gewoon heel erg lekker. Dus vandaar ik weer voor een Montal geur ben gegaan. Deze heet Sweet Vanilla. En deze geur heeft vanilla, it's powdery en fruity. Wauw. Als ik dit allemaal lees, dan moet dit één zoete bom zijn. En ik hou daar wel van in de zomer. Wow, dit belooft heel veel goed. Oké. Ja, dit is heel lekker. Dit is echt heel lekker. Dit is heel zoet en je ruikt ook een beetje naar die body lotions die je opzet. Die cacao body lotions. Dit is gewoon echt, dit is mijn ding. Dit is echt een 9. Blijf sowieso Montal Intense Café. Dat is mijn nummer 1 geur. En dan komt deze wel op nummer 2, denk ik. Dat is deze.
echt heel lekker. Als je geen zoet persoon bent, is dit totaal niet voor jou. Dit is totaal niet jouw ding. Maar als jij echt iemand bent die van vanille houdt, dan is dit echt jouw ding. Hier gaan we over naar het allerlaatste geurtje. En ik ben echt het meest zenuwachtig over deze. Dit is een merk die ik totaal niet ken. Dit is ook volgens mij een niche parfum. Bij Parfumade kan je dus ook een quiz doen. En deze was dus uit de quiz gekomen. En dit is dus een eau de parfum. Het is unisex. En wat er dus in zit, hij is sweet. Er zit amber in en vanilla. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze. Ik ben zo benieuwd. Ik weet gewoon niet wat ik hiervan moet vinden. Het stinkt in elk geval niet. Maar volgens mij is dit een geur. Kijk, dit, zo ziet hij eruit. Ik denk dat dit een hele fijne parfum is om te combineren met een andere geur. Ik zal deze persoonlijk niet alleen opdoen. Nou, wacht even hoor. Want hij is nu een beetje ingetrokken. Oh nee, hij is wel lekker. Nou, normaal gesproken ben ik helemaal niet van de unisex geuren. Maar dit is lekker. Ik denk dat Shirana dit ook wel zou opdoen. Oh jawel, dit is lekker. Opeens ruik ik nu echt die vanillegeur. En het is niet die sweet vanilla. Dit is echt... En deze geur heet, by the way, Spontaneous Generosity State of Mind. Oh jawel. Dit is lekker. Oh wauw. Deze geef ik, oké. Okay. Ik ga ze eventjes allemaal raten. Die geur van mijn moeder. Oeh, hij is ook lekker zacht geworden. Ja, die geur van mijn moeder geef ik echt een 8. En dan die sweet vanilla geef ik een 9. En die parfum die ik als laatste op heb gespoten, die geef ik wel echt een... Hij is niet heel sterk. En ik had hem wel heel sterk verwacht omdat er dus amber in zit. Hij gaat echt all over the place. Hij is echt heel lekker. En die laatste geef ik een 8,5. Want toen ik hem net op had, dacht ik echt van oké. Oké, maar nu hoe ik even een paar minuutjes verder ben, is hij echt heel lekker. En ik denk dat hij super lekker gaat zijn in combinatie met andere parfums. Dus hartstikke bedankt Parfumado. Ik ben hartstikke blij met mijn nieuwe geuren. Ik kan weer eventjes een paar maanden door. En natuurlijk heb ik weer een leuke kortingscode voor jullie kunnen regelen. Namelijk met de kortingscode WOLF50 ontvang je maar liefst 50% korting op de eerste maand. Dus maak vooral gebruik van de kortingscode. Oké, guys. Ik ga nu beginnen met een boodschappenlijstje maken. En daarna denk ik dat Mason in de tussentijd wel wakker wordt. Want hij slaapt inmiddels al 2 uurtjes. Zodra ik boven ga rommelen met de wasmachine, wordt hij waarschijnlijk wel wakker. Ik ga even gauw mijn dingetjes doen en daarna kom ik weer bij jullie terug. Nou guys, ik zit in de auto. Ik heb Mason net bij mijn moeder afgezet. Gelukkig had ze geen plannen gemaakt. Ben ik nou mijn dingetje vergeten? Ik heb eventjes een breker hier. Om mee te lunchen. Best lekker. Ik heb net ook vlees uit de vriezer gehaald voor het avondeten. Want ik blijf maar kopen. Terwijl mijn hele vriezer inmiddels al vol zit. Dus nee, we gaan wel eventjes de vriezer leeghalen. En oh, ik heb zoveel zin in het avondeten. Vanavond ga ik lekker boulanger op zijn Kimberly's maken. Met aubergine, courgette, wortel en met zacht vlees. Oh jongens. Wie dit nog steeds niet gemaakt heeft... Die eet gewoon niet. Dit is gewoon echt een van mijn favoriete gerechten. Die altijd lekker is. En ja man, dit is het echt. Dit is het echt. Maar goed, ik ga nu de stad in. Ik ga even naar Tanger om groenten te halen. En ik denk dat ik ook eventjes ga piepen bij de Sarah. Want Sarah heeft zil. En y'all know I love me some zil. Dus ik ga even piepen. Oké, guys, ik ben inmiddels thuis en ik heb helaas geen tijd gehad om boodschappen te halen. Want ik zou naar de Tanger toe gaan, maar precies om die straat van Tanger in te komen was er een soort van ongeluk gebeurd. Dus kwam ik er niet in.
En om helemaal begin van de stad naar Tanger te lopen. Nee man, het is te warm voor dat. Dus ben ik eigenlijk alleen maar naar de Zara toe gegaan en naar de Action. Dus laat ik jullie even zien wat ik gehaald heb. Ik ga eerst beginnen bij de Zara. Ik zeg jullie, Zara heeft echt hele leuke dingetjes. Ik ben goed geslaagd. Ik begin eerst bij het eerste item. Ik heb een broek voor mezelf gehaald. Het is een Momfit jeans. Deze. Het lijkt echt groot, maar ik hoop dat het niet al te groot is. En de afprijzing, ja, was 23 euro en nu is hij 18 euro. Dus dat is leuk. En een zwembroek voor Mason. Kijk hoe leuk. Echt cute. Die was van 16 euro naar 10 euro. En een leuke broek voor Noah. Kijk, nou, ze hadden hier ook een bijbehorend t-shirt van. Dus daar moet ik nog even voor op jacht gaan. Maar ik vind deze al heel leuk. Die was van 9 euro naar 6 euro. En oh my god, deze twee items van Mason zijn echt leuk. Als eerst deze denim jacket vest. Kijk even hoe leuk. Dit is echt leuk. En het is echt van goede dikke kwaliteit. Dus in de herfst kan hij dit gewoon prima aan met een sweater. Capuchon erbij. Nou jongens. Het liefst had ik hem eigenlijk in maat 98. Zodat hij er ietsjes langer mee door kan. Maar in principe moet dit ook wel goed zijn. En deze was afgeprijsd van 20 euro naar 13 euro. Yes! En ik heb eindelijk gevonden wat ik zocht. Dat zijn sandaaltjes voor Mason. Van die mooie suede. Deze loerde ik al een tijdje. En toevallig lagen ze in de laatste mate. Of ergens in de rommel. Dus hier ben ik heel blij mee. Ik weet niet wat de oude prijs is. Maar de nieuwe prijs is in ieder geval 23 euro. Dus ik ga gelijk even het broekje passen. Ik ben wel eventjes benieuwd wat het doet. Echt ook even korte broeken nodig hoor. En dan voornamelijk. Wacht even, zie jullie mijn beeld via dat? Nee. Ik heb echt vaak dat ik bijvoorbeeld me random uitkleed. En dan zie ik opeens random in een spiegel of in iets zie ik opeens mijn bil. Oké, te groot is het sowieso niet, want het zit volgens mij dan te strak. Even kijken hoor. Matjes, hoe leuk. Dit is echt cute. It's giving Levi. Kijk even hoe leuk. It's giving. It's giving, guys. Zien jullie wat ik bedoel? It's giving Levi. Dit zijn echt die spangen Levi-achtige dingen. But it's Zara. Zara came true. Yes. Yes. Maar volgens mij hoort dit wel groter te zitten, zeg maar. Dat hier een beetje spatie is. Maar ja, die botels beginnen met de dag te groeien. Want ja, ik sport, hè. Oh, ik ben zo cute. Oké. Ja, dit is leuk en in principe. En het zit eigenlijk precies goed. Maar dit is niet om zeg maar uit eten mee te gaan. Maar dan ga ik wel een beetje struggelen hier zo. En go. Maar nee. Ik wil ophouden. Nee, ik ben er blij mee. Laat me jullie eventjes goed zetten. Voor de mensen die ook spang willen doen. Voor de mensen die ook een Momfit short zoeken. Kijk. Artikelnummer. Jullie weten, ik ben niet afgunstig. Dit is die code. En hij is nu 18 euro. Volgens mij hadden ze hem ook in meer kleuren. Maar ik dacht, laat me dit gewoon even proberen. Want ik heb het altijd dat ik iets in heel veel kleuren bestel. En dan zit niks goed. En dan mag alles weer terug. En nu heb ik spijt. Maar goed, anyway. Oh ja, ik heb nog ook iets bij de Action gehaald. Oh jongens, ik heb het heet. Ik doe druk. Ik doe veel te druk. Voor deze tropische temperaturen. Ik moet echt even rustig gaan doen. Oké. Okay. Bij de Action heb ik zo'n knutsel mat gehaald. De laatste tijd vind je nou het echt heel leuk om met zijn stiften te werken en te knutselen. En ik heb ook dit gehaald, dit heb ik vaker daar gekocht. Maar die andere hadden we weggegooid. Dus nu hebben ze zo'n nieuw tekenblok. Want Genoa vindt dat helemaal leuk. En hij is, by the way, echt heel goed in kleuren. Hij kan het echt goed.
kleuren tekenen vind hij echt heel leuk. Schoonmaken van de schoenen heb ik weer een voorraad van gehaald. En bij de Action is het echt heel goedkoop. Mijn schoonmaak slash afwas handschoenen haal ik altijd daar. Ik ben druk gaan pakken. Heb ik wel Images gepakt. Ja. En hiervoor ging ik eigenlijk van die tuinhandschoenen voor Cyrano en voor mij. Want we moeten de tuin echt aanpakken. En snoepjes. Ik had nog meer snoep gehaald. Oh, dat zit in de auto. Ja. Ik was gierig. Oké, guys. Ik ga nu richting Genoa's school, hem ophalen. En daarna gaan we door naar mijn moeder. Mijn zus is volgens mij ook geland. Ze had een solo trip gedaan naar Punta Cana. Echt heel leuk. En zij komt zometeen ook die kant op. Dus volgens mij ga ik echt vertragen met kopen. Maar dat maakt niet uit, want ik wil mijn zus natuurlijk wel zien. Ik ga nu die kant op. Ik neem gelijk die slippertjes van Mason mee. Want hij zit echt te struggelen met zijn gimpen in dit hete weer. Super zielig. Maar ik wou gewoon leuke sandalen vinden. Die heb ik nu eindelijk gevonden. Ik had wel andere gehaald, maar die zaten of niet goed of hij liep er niet lekker op. Dus nu hoop ik goede te hebben. Toen ik voorheen bij de Zara werkte, kocht ik ook altijd van die sandalen voor Noah. En die zaten altijd heel goed. Dus ik heb hier wel vertrouwen in. Oké, guys. Ik kom zo weer bij jullie terug. Ik ben inmiddels weer thuis. Ik heb mijn boodschapjes gedaan. En ik ga het nu gauw aan jullie laten zien. Daarna ga ik het inruimen. En dan ga ik gelijk beginnen met koken. Oké, even kijken. Ik ben naar de Appie gegaan. En naar de Lidl. Ze hebben mijn San Pellegrino in de aanbieding. Dus dan ga ik natuurlijk lekker inslaan. Ik heb van die grote flessen gehaald. Oh, dit is zo lekker. Ik weet niet wat ik opeens heb. Opeens heb ik een spa rood iets. Echt, maar het moet ijskoud zijn. En ook van die kleintjes voor als ik onderweg ben. Daar heb ik ook een paar van gehaald. Cyrano kwam laatst met een drankje thuis. Wauw. Zo spang. Dubbel drank heeft namelijk een nieuwe smaak. Daar heb ik het dus op. Oh. Er zit ook appel bij. Nou ja, anyway. Deze smaak ananas en kokos met appel. En dan staat er hier zo pina colada 0% alcohol. Boy! Hey, dit is dat hele ding. Het is echt lekker, maar het moet koud zijn, jongens. Het moet echt koud zijn. Het lijkt gewoon alsof je pina colada aan het drinken bent. Het is echt spannend. Dus daar heb ik er gelijk 3 van gehaald. Want ze hadden een actie 2 voor 3,50 volgens mij. En dan heb ik ook deze gehaald. Deze halen we ook altijd. Deze is ook super lekker. Ik heb ook wasverzachter gehaald. Dit gaat er zo snel op bij ons. Beefy worst. Ik wou echt zeggen, ik heb knijpfruit voor mezelf gehaald. Maar breker. Dit is echt mijn favoriete breker. Deze, die vanille is zo lekker. Knijpfruit. Aardbeidjes voor Noah. En ik heb ook wat beleg gehaald. Kaas. Pepperoni. En boterhamworst. Bleek. Ik ben echt blij dat ze die dikke bleek weer hebben. Want de laatste tijd hadden ze alleen maar die dunne bleek. En die dikke bleek is gewoon prettiger. Kijken of ik nog meer drinken. Pakjes appelsap voor de boys. Fanta blikje. Van die suikerdonuts. Die mini donuts. Ik vind de Noah en Mason heel lekker. 2 keer tuk. Waarvan ik net eentje heb opengemaakt. En Cyrano vindt dit heel lekker. Die mini appelkaneelbollen. Vindt hij zo lekker. En ik heb echt een hele tray met spa blauw gehaald. Oké, dat was alles van de Appie. En nu gaan we over naar Lidl. Daar heb ik gewoon wat groenten gehaald. Ik heb daar courgette gehaald. 3 van die mooie aubergine. Zo. Zakje uien. Knoflook. Zakje wortelen. En snoepjes voor de snoeppot. Appelsap. En
Mijn collega vertelde dus dat deze hooikoorts tabletten van de Lidl echt helpen. Dat ze veel geprobeerd heeft, maar deze helpen dus echt. Zelf heb ik gelukkig geen hooikoorts, maar ik zal het aan Cyrano geven. Hopelijk werkt het. En ik weet niet eens wat ze kosten. Ze waren bij de kassa. Ze waren €1,60. Dat is niet duur. Oké, ik ga eventjes de boel opruimen. En daarna ga ik lekker koken. Jongens, ik heb zoveel zin in die boulanger. Oh, yes. Dus laten we dit snel opruimen. En daarna kunnen we lekker gaan koken. Oké, guys. Ik ga even beginnen met de ingrediënten. Wat gaat er allemaal in mijn boulanger? Natuurlijk aubergine. Daar gaan er 3 van in. Vandaag ga ik voor 2 dagen koken. Dus vandaar ik gelijk met 3 kook. Ik heb een ui. Olijfolie. 2 gele peper. Ik doe er 2, want het zijn 2 kleintjes. Courgette. En worteltjes. Ik heb hier een bord vol. Volgens mij is het 1 kilo zacht vlees. Dit is zo lekker, jongens. Het hoeft niet eens lang te koken, maar oh, jongens, dit. Ze noemen het zacht vlees, maar volgens mij is het kalkoenfilet. Het is echt heerlijk. Wanneer ik dit gerecht maak, maak ik het altijd met zacht vlees of met kippendij. Maar met zacht vlees is het gewoon echt het allerlekkerst. Oké, dan gaan we over naar de kruiden. Er gaat masala in. Heel belangrijk. Zorg ervoor dat je een lekkere masala hebt. Deze komt toevallig uit Suriname. En deze haal ik eigenlijk altijd. Die is echt heel lekker. Jeera gaat erin. Als ik het goed uitspreek. Met dit gerecht kook ik niet met zout, maar met aromaat. En dan gebruik ik daarvoor dit. Dus dit zijn alle ingrediënten die je nodig hebt in huis om dit gerecht te maken. En dan gaan we nu eindelijk beginnen met het koken. Because a girl is hungry! Ik was net heel... Oh shoot, ik heb geen vork. Ik heb mijn vork, ik heb mijn water.
Ja, ik was net heel eventjes iets voor werk aan het afmaken. En nu kan ik eindelijk eten. Dus mijn moeder stuurde me net een voice memo en een foto. Dat ze aan het eten is en volg. I'm proud of myself because this is busted, serieus. Maar ze zit volgens mij echt te eten tijdens die memo. Maar listen. Kim, mega, dat ding is lekker. Het is lekker. Het is zo lekker. Ik heb geschept de helft van die rijst. De rest ga ik in een bakje zetten. In de koelkast. Als ik zaterdag thuis kom, dan heb ik eten. Maar ik ga niet voor je liggen. Asan, sweet, no, todo. Ik ga nu me vervolgen met mijn volgende. In over 2 minuten is het klaar. Ik ga met mijn volgende. Toen dacht ik, niet ga ik zo'n foto voor Kim sturen van mijn portie. Oké, nu is het mijn beurt. Ik had wel de saus geproefd en ik dacht echt, spang, maar het was heet. Dus sommige mensen houden er echt van als hun eten heet is, dat er stoom vanaf komt. Maar ik hou gewoon van als het gewoon lekker warm is. Voor mij moet het niet te heet zijn, want anders proef ik het niet. En nu is het gewoon goed. Ik heb het wel heel veel in de magnetron gedaan, want ik heb nu al een paar uur geleden gekookt. But let me try. Ik wil het eigenlijk zo graag met mijn handen eten. Maar dat gaan we niet doen. Wauw. Hier is niks aan gelogen. Wauw, ik heb dit gewoon gemaakt. Dit zou ik gewoon kunnen verkopen. En geloof me, ik zou elke dag telefoon krijgen. Verkoopt u vandaag, verkoopt u vandaag. Nee jongens, dit is het echt hoor. Dit is het echt. Dit is het gewoon. Ik heb deze keer trouwens wel een beetje mijn best gedaan om aan het begin van het kookgedeelte om de ingrediënten goed te laten zien. Maar jullie zagen me. Alles ging uit losse pols. En als je dit vaker maakt, dan gaat het vanzelf. Gaat echt vanzelf. Wauw. Maar goed, ga ik lekker opeten. Ja. Doei mama. Noah. Wel te rusten. Mag ik een kusje? Ja. Kan je lekker dromen over mama? Ja? Oké. Goed zo, dan ga ik ook over jou dromen. Wie neem je mee? Teddy. Wel te rusten, Teddy Braza? Wel te rusten, doorslapen. Teddy gaat doorslapen. Ga jij ook doorslapen? Mama gaat je alleen in de avond wakker maken om te plassen. Oké? Okay? Dus wachten voordat ik je wakker maak. Tot die tijd mag je niet plassen. Maar je bent net al geweest, hè? Ja. Wel te rusten, lieve Noah. Maar weet je waarom mijn onderbroek een beetje nat is? Waarom is je onderbroek een beetje nat? Ik kan zo drinken met één hand een limonade en... Een druppeltje. Ja. Als je het vervelend vindt zitten, want het gaat wel zo drogen, maar als het vervelend is, dan kan je even een nieuwe boxershort aandoen. Vind je het vervelend? Doe maar even een nieuwe aandoen dan. Dag, Genoa. Dag, Genoa. Dag, Genoa. Ik droom over papa en mama. Genoa, het is nu genoeg. Ga maar naar boven. Ik droom over papa en mama, over mensen en mezelf. Echt waar? Nou, dat wordt echt een superleuke droom. Ga jij maar heel snel slapen. Ja.
Ik zie je straks in je droom, hè? Later, maat. Ik zie je straks in je droom. Later, maat. Later, maat. Ik ga zo lekker omkleden, douchen, slapen. Nou guys, ik kom net uit de douche. Ik heb lekker gegeten. En ik ga nu mijn avondroutine aanbrengen. En wou ik het eventjes over iets met jullie hebben. Over iets dat echt heel belangrijk is, maar wat heel veel mensen niet serieus nemen. En het is heel random dat ik het er nu opeens over heb, maar het is heel erg belangrijk. Zodra ik zie dat het echt zomer wordt en de temperaturen boven de 20 graden wordt, dan koop ik altijd elk jaar opnieuw zonnebrandcrème. Heel veel mensen doen dat. Heel veel, maar heel veel mensen doen dat ook niet. Heel veel mensen die bijvoorbeeld in Zuid-Amerika wonen, of in Afrika, of in ieder geval in tropische, warme landen, ze doen dat niet omdat hun lichaam eraan gewend is aan de hitte. Dat snap ik, dat je lichaam eraan gewend is, maar het is voor geen enkele huid goed om die zonnestralen zonder SPF op te vangen. Dat is gewoon niet goed. Je huid kan heel snel gaan verouderen. En je kan ook huidkanker krijgen door die zonnestralen. Je moet gewoon echt een SPF hebben om die twee stappen voor te zijn. Het is gewoon echt niet goed. Ik zeg het echt elk jaar weer. Ik weet dat mijn trouwe kijkers me zat zijn. Dat ik weer met deze preek kom. Maar het is gewoon echt zo. En vooral op jullie kleine kindjes. Smeer ze gewoon in. Ik las laatst een topic. Dat de vader helemaal boos werd. Omdat de opvang zonnebrand voor zijn kind had gezet, terwijl het super heet was op die dag. Kijk, ik begrijp die vader voor de helft. Hij had eigenlijk zijn kind al zonnebrand moeten geven, zodat die mensen het kunnen zetten, want het is gewoon nodig, het is belangrijk. Maar wat ik wel vind, een opvang of wie dan ook kan nooit zomaar iets op jouw kind smeren, want misschien heeft jouw kind wel een allergie of iets dat ze niet weten en dan heeft dat kind een probleem. Je kan niet zomaar iets op een kind huid smeren. Ergens hoorde ik die vader wel, maar verder vind ik dat hij het gewoon al uit zichzelf had moeten geven, zodat die mensen niet meer dat van hun hoefden te doen, maar dat hij gewoon zijn eigen dingen had. Het is gewoon heel belangrijk. Als je me niet gelooft, zou ik het even gaan googlen, zodat je daar wat meer ziet over de voordelen en de nadelen als je bijvoorbeeld niet gebruikt. Ik zal nooit zomaar iets zeggen, nooit zomaar iets aansmeren, maar het is echt nodig. En welke ik zelf al heel lang gebruik is deze. Ik laat het jullie gelijk zien. Ik gebruik altijd deze zonnespray van Biodermal. Altijd factor 50. Ik wil gewoon echt niet verbranden. En ik verbrand ook nooit. Ik maak echt geen grappen met de zon. En ik heb ook een gezichtscreme. En voor de boys gebruikte ik voorheen altijd Zwitsal, maar ik probeer een beetje meer afstand te doen van Zwitsal. Omdat ik Zwitsal ruikt gewoon te lekker. Er zit gewoon te veel parfum in. Dus heb ik dit jaar ook maar gedaan met Biodermal. En dan deze is voor kids. En ik heb me laten influencen. Ik zag deze voorbij komen op Facebook. En ik dacht, let me try. Even schudden. Deze van Lancaster. Hij smeert heel lekker uit en hij is ook best wel dik. Ja, dat is wat ik eigenlijk gebruik. En volgens mij maakt het niet uit of je deze haalt of gewoon een simpele van de Action. Een wat goedkopere variant van de Action. Het is gewoon belangrijk dat je iets voor je lichaam zet dat SPF bevat. Dat is gewoon belangrijk. En de reden waarom ik altijd voor ietsjes duurdere dingen ga, is omdat ik gewoon geen grappen maak met mijn huid. Ik hou ervan als iets dermatologisch getest is. En of het dan van Nivea is of van kruidvatmerk. Zolang ik zie dermatologisch getest, daar vind ik het goed. Omdat ik al zo lang fan ben van dit product, haal ik het gewoon altijd. En ik haal het altijd als het of 50% is of 1 plus 1, want anders is het gewoon te duur. Dus dat. Even kijken, waar is mijn oogcrème? Dus dat wou ik nog heel even met jullie delen. En verder heb ik eigenlijk niet veel meer te melden. Ik ga straks lekker op de bank ploffen en vakanties checken. Ik zit naar zoveel plekken te kijken. Ik vind gewoon niet de spot om naartoe te gaan. Ik wil gewoon echt een prettige plek hebben
kleinschalig, net als toen we in Turkije waren. Gewoon niet te druk. Dat je je kind opeens uit het oog verliest. Ik wil gewoon lekker klein en lekker winkels en restaurantjes in de buurt. Strand in de buurt. Dat is gewoon wat ik wil. Daar ga ik naar op zoek. Ik zag echt de perfecte plek. Maar helemaal in Mexico. En naar Mexico, die heenvlucht was gewoon 14 uur. En de terugreis was 10 uur. En 14 uur met een kind van 1, dat is het gewoon echt niet. Dus dat gaat sowieso van de baan. Als ze ouder zijn wil ik die verder reizen wel maken. Maar Suriname is echt de max qua uren. En ik keek ook naar de temperaturen. Kan het wel oplopen tot 35 graden. En dat is echt voor niemand leuk. 35 graden is gewoon te hoog. Het kan gewoon niet. Dus zoiets. Als ik zou gaan, dan zou ik sowieso in de herfst gaan. Of in de lente. Wanneer het max 30 graden is. Maar goed guys. Bij deze ga ik de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de video. Vond je de video leuk? Vergeet geen duim omhoog achter te laten. Vergeet je ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Dan hoop ik je heel graag te zien in mijn volgende video. Doeg!